mijn naam is Sanne Verpaassen. Ik ben ex-topsporter. Op dit moment werkzaam als peak performance coach. En ik vind het gewoon super tof om andere mensen te helpen om topprestaties te leveren. En ik zeg altijd, ik help mensen zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. Ik ben 3 jaar geleden gestopt met mijn sportcarrière. En ik heb altijd veldrijden gedaan. En over mijn veldrijdencarrière heb ik gewoon super veel mooie dingen mogen realiseren. Veel mooie wedstrijden mogen winnen. Achteraf gezien ben ik misschien wel het meest blij, of zou ik het meest blij moeten zijn met het winnen van het wereldbekerklassement veldrijden. Dat deed ik destijds, combineerde ik met een universitaire opleiding. Daarna ben ik vervolgens heel heftig geblesseerd geraakt. Een jaar niet kunnen koersen, een jaar echt stilgelegen. En als je je grootste passie niet meer kan doen, dan stort heel je wereld in. Fysiek ben je een wrak, maar mentaal ook. En vervolgens heb ik een jaar dus niet kunnen koersen, ben ik teruggekomen en ik kan jou wel vertellen, dat is uiteindelijk mijn grootste overwinning geweest. Dat je na een jaar eigenlijk worstelen met jezelf, tegen een blessure vechten. Nou ja, dat is uiteindelijk mijn grootste overwinning geweest. Wat betekent sport voor je? Plezier maken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want ik geloof erin, weet je, we mogen veel meer gewoon naar buiten gaan. Een manier om je hoofd leeg te maken. Dat is gewoon super belangrijk. En hoe kwam je in contact met wielrennen? Nou ja, ons pap, die ging altijd vroeger met een groepje oude mannen lekker fietsen in de bossen. Ja. En ik had altijd zoiets van, ja weet je, pap, ik wil ook met jou gaan mountainbiken. Kan niet, je hebt geen fiets. En toen zat ik op een dag, was ik onderweg naar school. En toen keek ik naar beneden en ik zat op een Piet Pelle fiets. En ik dacht, ja, maar ik kan natuurlijk gewoon met deze fiets mee. Dus ik kwam thuis, pap, ik heb een plan, ik kan met de Piet Pelle fiets mee. Dus mag dat? Ik ga lekker met de Piet Pelle fiets mee. Toen vroeg ik wel meteen van, joh, maar als ik het dan leuk vind, krijg je het af jou een mountainbike? En toen zei hij de woorden van, joh, als je ons bij kan houden, krijg je van mij een nieuwe fiets. Nou ja, je snapt wel wat er gebeurde, hè? Ik kon het bijhouden, maar hij kocht voor zichzelf een nieuwe fiets en ik kreeg zijn oude fiets. Wat is een sportieve prestatie waar jij het meeste trots op bent? Ja, dat is wat ik net een beetje vertelde, die wereldbeker winnen. Daar ben ik natuurlijk super trots op. Ik heb ook een aantal wereldbekerwedstrijden gewonnen. Maar toch, die comeback is eigenlijk wel, ja, dat is gewoon echt wel heel bijzonder. Dat je ook in één keer merkt van, het draait eigenlijk niet om het winnen, maar het draait gewoon het beste uit jezelf omhoog halen. Wat heeft wielrennen voor jou betekend? Voor mij is dat achteraf gezien een snelkookpan geweest voor persoonlijke ontwikkeling. Heb je een tip of advies voor alle mensen die hun dromen willen najagen? Droom groot en dan is het uiteindelijk de kunst om die stapjes heel klein te maken. En wat zou je tegen sporters uit de gemeente Deurne willen zeggen? Ga lekker op avontuur in de gemeente. Wat zou je tegen niet-sporters uit de gemeente Deurne willen zeggen? Kom in beweging en hoe, maakt niet uit. Ik heb liever dat je niet moe thuiskomt en dat je gewoon hebt bewogen. Dus dat je bijvoorbeeld misschien 20 minuten hebt gewandeld waarvan 4 keer een minuut hebt hardgelopen. Want dan zorg je ervoor dat je bent dan wel misschien wel vermoeid, je hebt misschien wel een beetje spierpijn, maar het is nooit zo erg dat je een week spierpijn hebt. En dat is vaak wat er gebeurt, dan ga je een keer sporten, je gaat all out, je bent kapot, spierpijn, verkramp, en je moet gewoon een week, misschien nog wel langer bijkomen, dat heel je systeem op de kop staat. Ja. Nou, en als je dus net start met bewegen, is echt aan te raden, weet je, wees niet te streng voor jezelf. Ga bewegen en bouw het rustig op. Wie is je grootste voorbeeld? Mijn oma. Ik ben trots op mijn geboorteplaats, omdat... Ja, dat klinkt misschien heel cliché, maar ik ben trots op mijn woonplaats en de koester die steeds meer. Dus gewoon zo onwijs mooie natuur heeft. En dat wij hier, voor mij met mountainbike, ik kan echt alle richtingen uit. Ik kan uren gewoon door de bossen dwalen. Wij wonen gewoon echt in een heel mooie omgeving. Nooit meer op vakantie of nooit meer sporten? Nooit meer op vakantie.